Goedemorgen en welkom bij InfoPlaza TV. Vanaf de Noordzee drijven er allemaal wolkenvelden richting Nederland, waardoor vandaag de wolken vaak de overhand zullen hebben. Tussen de wolken door zijn er gelukkig ook opklaringen, en dat betekent dat de zon en wolken elkaar afwisselen. Vooral aan zee kan er een enkel buitje vallen en in het zuiden. In het binnenland blijft het vanochtend grotendeels droog. Vanmiddag houden we min of meer dat weerbeeld, waarbij de temperatuur oploopt naar zo'n 5 à 6 graden. De wind is heel rustig, behalve in Zeeland en langs de Noordkust, daar is die af en toe matig. Vanavond neemt de wind weer af en vallen er vooral in het westen en zuiden nog enkele buitjes. Veel stelt het allemaal niet voor en misschien zit er een keer een vlokje sneeuw tussen, maar dat is dan natte sneeuw. Ook morgen hebben we enkele winterse buien. Als het weerkaartje zo bekijkt lijkt het heel veel, maar de droge periode hebben de overhand. Het wordt zo'n 2 à 3 graden met de meeste buitjes opnieuw langs de kustprovincies. Dat geldt eigenlijk ook voor vrijdag en zaterdag. Er kan overal wel een sneeuwbui vallen, maar de kustprovincies maken er steeds de meeste kans op. Verder schijnt de zon geregeld en loopt de temperatuur op naar ongeveer plus 1 graden in de middag en naar min 3 en min 4 graden in de nacht. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.